Breda Nu. Je weet het meteen. In het mobiele lab Worden Wie Je Bent worden Bredaanse jongeren getest op talent en persoonlijkheid. Wat is Worden Wie Je Bent? Nou, Worden Wie Je Bent gaat er eigenlijk voornamelijk om dat we kijken naar jongeren, maar ook mensen in de maatschappij. Hoe kun je die nou op weg helpen? En wat zit nou echt in je? Wat het talent van je is en hoe kun je dat benutten? In de arbeidsmarkt of in vrijwilligerswerk, maakt eigenlijk niet uit. Maar echt het helpen vinden van jezelf. En voor wie is Worden Wie Je Bent? Worden Wie Je Bent is eigenlijk voor iedereen die in Nederland woont. En iedereen die ergens op zoek is naar hoe kan ik gelukkiger worden van de dingen die ik doe. Wat is het doel ervan? Het doel ervan is om mensen te helpen. Wat wij zien is dat de maatschappij veranderd is. Mensen in het verleden gingen werken vanaf hun 18e tot hun 60ste, 65ste bij een bedrijf. En tegenwoordig zie je dat mensen toch vaker die switch maken. En om de 5 jaar ga je tegenwoordig nadenken over wie ben ik nou, past het bij mij. En dat doen mensen in hun privéleven, maar dat doen ze ook voor de zakelijke dingen die ze doen. Waarom proberen jullie mensen te inspireren door middel van een lab? Wij zien dat het aantrekt. We hebben nu deze specifieke actie gericht op jongeren vandaag. En wat je ziet is dat jongeren toch vaak de vraag hebben, wat wil ik nou? Ik heb een studie gedaan, maar is dat echt iets waar ik in wil blijven werken? Zichzelf nog zijn aan het ontdekken. En in dit lab kunnen ze dat door middel van specialisten waar ze mee in gesprek gaan, die op het gebied van social media advies geven, maar ook bijvoorbeeld gratis foto's worden er gemaakt van jongeren, zodat ze die op hun LinkedIn weer kunnen gebruiken. Er zijn recruiters die in gesprek gaan over het werkveld. We hebben een psycholoog aanwezig die kijkt wat past echt bij jou als persoon. Maar we geven ook bijvoorbeeld kledingadvies. Wat voor soort dingen heb je vandaag gedaan? Vandaag heb ik gedaan met mensen in ieder geval advies gegeven, een stukje keuze die ze moeten maken in hun profiel. En dan bedoel ik meer van welke opleiding volg je nou met een natuur- en techniekopleiding. Ja, wat voor opleidingen zijn er dan in ieder geval? En sommigen hebben ook de vraag van, goh, ik loop vast in mijn studie. Is dit wel de juiste richting die ik heb gekozen? Welke kwaliteiten hebben we dan? Nou, in samenwerking met Randstad kunnen we daar natuurlijk heel mooi achter zien te komen door alle activiteiten die hier te doen zijn. En dat kan iemand wel weer op weg helpen in een goede richting waar hij werkt of in ieder geval een opleiding in zoekt. Waarom ben je hier naartoe gekomen? Nou, ik had het op internet gezien. En ja, ik vind het sowieso heel goed dat Randstad dit aanbiedt. En ja, ik zoek een baan. Dus ik denk dat is de ideale kans om hier naartoe te gaan en om wat advies te krijgen. Wat heb je hier geleerd? Ik heb geleerd heb ik mijn LinkedIn pagina laten bekijken. En ja, ik heb geleerd dat, even denken hoor, wat was er dan gezegd? Nou ja, ik zoek een functie binnen het HR-gebied. En eigenlijk, mijn LinkedIn-pagina was wel goed, maar eigenlijk is het niet genoeg. Dus ik zou nog wat meer moeten reageren, bijvoorbeeld in vakgroepen voor HR-mensen. En wat actiever daarop worden dan alleen een pagina hebben. En daarnaast gewoon de telefoon pakken en werkgevers benaderen. Dus dat ga ik zeker doen. Dankjewel.